Hey, goed dat je weer kijkt. Wat gaan we vandaag maken? Eigenlijk een beetje restproducten. Met alle respect natuurlijk gesproken. Gisteren een supergezellige winterbarbecue met tomaten gehad. Is hier en daar een klein beetje overgebleven. Ik had een extra kipfilet heb ik nog lopen aangrillen gisteravond. Wat gaan we maken? We gaan een echte ouderwetse originele club sandwich maken van kip. En wat hebben we er allemaal voor nodig? Ik had brood. Nou, de kipfilets die ik gisteren op de barbecue heb gehad. Een nachtje in de koeling gelegen, geen probleem. Vleestomaatje, wat boter, een klein beetje tabasco voor beide. Saus, en de saus die gaan we maken op basis van een lekkere vette mayonaise. Haal er even een goede voor. Wat gaat er doorheen? Een klein beetje mosterd, een klein beetje siroop van gember. Een klein beetje tabasco. Snel klaar, lekker eten en afbrakken op de bank. We gaan beginnen. Ik had spek. Die gaan we even grillen. Dat hij lekker krokant wordt. We willen hem niet te hard kleuren, dus even een beetje met de temperatuur spelen. In de tussentijd gaan we de saus maken. Wat ik aangaf, een lekkere vette mayonaise. Zo. Een klein beetje gembersiroop doorheen. Een klein lepeltje met mosterd. En een paar druppels tabasco naar smaak. Maar dit allemaal even lekker door elkaar. Husselen. Oh, die zat er al in. Ja, dat krijg je als je zo'n brakke avond hebt, hè. Zo'n brakke dag hebt na zo'n avond als gisteren. Zo. Ja, dat is in feite eigenlijk al de basis. Maar ik zeg, deze hoeft niet te veel te kleuren. Maar eigenlijk alleen eventjes krokant bakken. Twee ronde. Mooi, dat gaat wel goed. Beetje half hoog vuur. Niet te heet laten worden. Dat pakken we. Drie boterhammen per sandwich. We gaan er lekker twee maken. En doen we even lekker een lik boter overheen. Gewoon margarine. Brood gaan we zo meteen verwarmen. In de pan, waar nu de spek in ligt te bakken, te sudderen. Nou, het eerste gedeelte speksel. Ja, mooi. Krokant zijn. Hopsakee. Daar gaan we de kip alvast eventjes snijden. Ook lekker is bijvoorbeeld om even bij de supermarkt bijvoorbeeld wat gerookte kip of wat dan ook te halen. Dat is ook altijd heerlijk om sandwiches mee te maken. Het mooie van deze kip is, die heeft natuurlijk een nachtje nou in de koelkast gelegen. Cirkel, hij is mooi gaar. Op het moment dat je hem gaat snijden, ben je helemaal gerust. En er loopt eigenlijk ook het vocht allemaal niet uit. Dus daardoor blijft hij gewoon lekker mals en sappig. Vette tip, als je zometeen denkt, weet je wat, ik heb gisteren niet lopen barbecue, maar ik heb wel trek in die sandwich. Kip even bakken, maar laat hem gewoon echt goed even rusten. Maar Guido, wat doe je nu? Kip en varkensvlees bij elkaar op één plank. Ja, weet je, het is wel gaar. Dan kan het absoluut. Doe het absoluut niet en alsjeblieft niet met rauwe producten. Kip gesneden, pannetje weer op half hoog vuur zetten. Ik heb hem niet schoongemaakt. Ik vind juist lekker de speksmaak die er nu in zit, om die ook zo weer lekker op de broodjes te krijgen. Half hoog vuur met de vetkant naar beneden. Eventjes de broodjes grillen. Nou, tussentijd gaan we nog eventjes tomaatjes snijden. Zo. Even kijken hoe de broodjes eruit zien. Echt even oppassen dat die niet verbrandt inderdaad. En weer met de vetkant naar beneden. Dan kan ik alvast met de eerste gaan beginnen. Klodden mayonaise. Op een broodje. Tomaat. Lekker rijkelijk met kippen liggen. Zo. Bacon. Sla en mayonaise.
zo. Dat is één leg. Tomaat. Rijkelijk kip. Bacon. Sla. Zo. Deze aan de onderkant. Zo. En zo doen we dat twee keer. Even lekker schuin doorsnijden. Theeprikken erin. Lekker geserveerd. Met de chips. Kip sandwich. Alsjeblieft. Eet smakelijk.